Goedenavond. Vrede tussen Oekraïne en Rusland is nog niet voor morgen. Maar een delegatie helemaal uit Afrika probeert wel verzoening te brengen. Daar willen we meer over weten. Wat niet per se meer uit Afrika hoeft te komen, zijn watermeloenen. Er zijn nu ook Belgische meloenen die veel duurzamer zijn. Waarschijnlijk niet zo duurzaam is dan weer ruimtetoerisme. Als u wil, neemt Richard Branson u mee in space. En ik neem u mee door deze laat. Wees welkom. Ja, eerst een opvallende move toch van Boris Johnson. De voormalige Britse premier stapte vorige week op als parlementslid. Gisteren dan bleek dat hij in zijn dagen als premier bewust het parlement heeft voorgelogen over illegale coronafeestjes. Maar Johnson zou Johnson niet zijn als hij in een hoekje zou gaan zitten. Nee, hij heeft al een nieuwe job gevonden en hij pakt er ook mee uit. Folks, Boris Johnson hier. I am thrilled to be asked to contribute a column to the Daily Mail. And I can tell you, readers of the Daily Mail, that it is going to be exactly what I think about the world. It is going to be completely unexpurgated stuff. I'm going to be writing whatever I want. Ja, Boris Johnson gaat columns schrijven dus voor de Daily Mail. Lia van Beckhoven, daarvoor kom ik graag bij jou. Want kan dat eigenlijk zomaar? Nee, dat kan eigenlijk niet zomaar. Ik bedoel, volgens de regels mogen oud-ministers niet zomaar overstappen op een andere baan voordat ze erover geïnformeerd hebben. Dit om te voorkomen dat er belangenverstrengeling zou zijn. Maar Johnson informeerde de commissie een half uurtje voordat hij de nieuwe ster-columnist werd van deze krant, de populaire Daily Mail. Waarmee hij dus opnieuw de ministeriële code schond. Er staat geen sanctie op hoor, daar niet van. Maar toch, het was weer een staaltje bojo zoals we die hebben leren kennen. Ja, de klank is niet heel goed, maar ik probeer het toch nog. Want de Daily Mail, dat is niet zomaar een krant toch, hè? Nee. Dat is een krant die nog niet zo lang geleden enkele miljoenen dagelijkse oplagen had. Zoals alle andere Britse kranten is het abonneebestand fantastisch gekelderd. Maar het heeft zeker nog 600.000 ongeveer, denk ik, oplagen per dag. Maar de Mail is wel online één van de best gelezen kranten ter wereld. Dus wat dat betreft is het nog steeds een heel belangrijke krant die bovendien ook de toon zet als het gaat om de agenda in de Britse politiek. En wat gaat hij precies doen dan als columnist? Nou, hij gaat de krant gebruiken op de eerste plaats denk ik als een springplank voor een comeback in de Britse politiek. Want wat hem betreft is het hiermee niet afgelopen. Hij is geen premier meer. Hij is nu ook geen Kamerlid meer, maar Boris Johnson droomt toch van een terugkeer als premier. Niet nu, maar ik denk over een paar jaar. Hij wil deze komende 2 jaar of zo gaan gebruiken om vooral geld te verdienen. En hij zal, wat de columns betreft, een luis in de pels blijven, denk ik, van premier Sunak. Dus in de hoop dat als die een steek laat vallen en als de Conservatieve Partij naar een nieuwe leider zou zoeken in de toekomst, dat Johnson zich dan opnieuw kan opwerpen als kandidaat en dat iedereen in ieder geval nog weet wie die is. Ja, en zit dat er echt in? Bojo opnieuw in de politiek? Op dit moment, Goede, lijkt het vooral fantasie, eerlijk gezegd. De meeste Britten, een meerderheid in ieder geval van 55%, vindt dat Johnson zich zo misdragen heeft. Door Partygate, door die feesten, door die borrels op Downing Street toen hij premier was tijdens de lockdown. En vooral hoe hij daarna het parlement daarover misleidde, dat hij eigenlijk helemaal uit het openbare Britse leven zou moeten verdwijnen. Omdat hij de parlementaire instituten aan zijn laars slapt. Oké, maar nu gaat hij dus wel columns schrijven voor de Daily Mail. Lia, dankjewel voor je uitleg daarbij. George Floyd should be alive today. As one city leader told us, quote, these systemic issues didn't just occur on May 25th, 2020. There were instances like that were being reported by the community long before that.
Deze ochtend omstreeks 5 uur heeft er zich een schietincident voorgedaan op de N41 ter hoogte van Elversele. It just makes your skin crawl. It's just so gross. When we looked out here, the whole wall was just covered. That really, really, really freaked me out. Ik voel het prompt overal kriebelen. Maar bijzonder bezoek dan was er in Kiev vandaag, de hoofdstad van Oekraïne. Een Afrikaanse delegatie is er op vredesmissie onder leiding van de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa. Er zijn wel wat vragen bij te stellen, dat gaan we dadelijk dus ook doen. Maar eerst even naar het programma van de dag. Bucha stond op het menu, onder meer het stadje waar de Russen een dik jaar geleden een echt bloedbad aangericht hebben. En toen was er luchtalarm. As we were here, we heard of missile strikes. And those types of activities are not good for fostering peace. And we argue that there must be de-escalation on both sides. І тому що людина не готова бачити мир. Людина хоче стерти і зруйнувати повністю державу Україну. І якщо такі наміри у людини, то для мене у мене багато запитань, яке спілкування, який діалог з цією людиною. Ja, morgen zijn die Afrikaanse leiders dan in Rusland met hun vredesmissie, zo noemen ze toch in elk geval, professor Christophe Tieteka. Welkom, u bent professor Afrikaanse politiek aan de Universiteit Antwerpen. Ja, die term vredesmissie, is dat een term die u erop zou plakken? Absoluut. De bedoeling van deze missie is effectief om beide partijen terug aan tafel te krijgen, om ze terug met elkaar te laten praten. Ja, dat is een missie die anderen ook al op zich genomen hebben. Hè? Waarom willen die Afrikaanse leiders het dan zelf ook proberen? Wel, de Afrikaanse leiders zeggen, iedereen die tot nu toe een poging heeft gewaagd, of het nu China is of het Westen, dat zijn allemaal betrokken partijen. Die zijn absoluut niet neutraal. Uh-huh. En wij als Afrikaanse landen, wij zijn wel degelijk neutraal. Ja, dan is de vraag, is dat zo? Want we hebben beelden uit februari nog maar pas. Zuid-Afrika heeft toen militaire oefeningen gedaan met de Russen. Neutraal zou ik dat dan niet bepaald noemen, toch? Ja, absoluut. Het is inderdaad heel ambigu, die neutraliteit. Ja. En die kan op verschillende niveaus bekeken worden. Ten eerste zijn er verschillende stemmingen geweest in de VN-veiligheidsraad om de Russische invasie te veroordelen en een terugtrekking te eisen. De meeste Afrikaanse landen die hebben zich onthouden vanuit een neutraliteitspolitiek. Ten tweede is er de samenstelling van die missie. En daar is aandacht besteed aan het evenwicht tussen landen die pro-Russisch worden geacht te zijn, zoals Zuid-Afrika en andere landen die als meer neutraler worden gezien. Maar inderdaad, over die zogenaamde neutraliteit is heel veel te doen geweest. En heeft het Westen, of het nu de VS of Europa is, hebben heel veel druk uitgeoefend om die Afrikaanse landen voor die resoluties in de VN-veiligheidsraad te laten stemmen. Tevergeefs. De meeste Afrikaanse landen hebben vastgehouden aan die neutraliteit. Ja, in elk geval, ze zijn nu in Oekraïne, morgen in Rusland, met een plan. Wat staat er eigenlijk in de tekst? Waarmee trekken ze dan? Wel, dat is bijzonder vaag. Gisteren zijn er wat details gelekt uit die plannen. En bijvoorbeeld, er zou een aanbod zijn dat de Afrikaanse presidenten die zouden het arrestatiebevel van het internationaal strafhof voor Poetin willen laten vallen. En in ruil daarvan zou hij troepen moeten laten terugtrekken. De bedoeling is om mensen te laten praten en ze hebben daarvoor verschillende voorstellen, maar het blijft inderdaad allemaal bijzonder vaag. Ja, vaag. Waar het komt uit Afrika, daar wil ik toch nog eens terug naartoe.
Waarom doen ze dat? Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat die Afrikaanse landen daar zelf ook een of ander voordeel bij moeten zien. Ja. Ten eerste, Afrika is geen homogeen blok daarin. Mm-hmm. Maar wat hen wel bindt, is voor velen is dit een oorlog van Europa. Of een oorlog van het Westen, iets ver van het bed, waar ze zich niet te veel willen mee bemoeien. Ondanks druk van bijvoorbeeld de VS of van de EU om kant te kiezen. Mm-hmm. Anderzijds ondervinden ze er ook echt wel negatieve schade van. Waarom? Omdat voedselprijzen zijn omhoog gegaan. De aanvoer van graan is verstoord. De aanvoer van meststoffen is verstoord. De interesse voor leningen zijn sterk de hoogte ingegaan. Enzovoort. Dus ze ondervinden er actief schade van. Dus dit initiatief moet daarin ook gekaderd worden. Wij willen hieraan iets doen. Ja, u zei Afrika is niet homogeen, maar in globo, hoe kijken eigenlijk de Afrikaanse burgers naar het conflict in Oekraïne? Ja, wel, opnieuw, daar kan geen universeel antwoord op gegeven worden. Maar wat wel gesteld kan worden, is veel in het Westen kijken met verwondering naar hoe vele burgers pro-Russisch zijn. En voor ons is dit bijna onbegrijpelijk. Hoe komt dat dan? Wel, geschiedenis. Geschiedenis van kolonialisme, geschiedenis van bijvoorbeeld Frankrijk of andere westerse landen of de VS die corrupte regimes hebben ondersteund enzovoort. Dus het Westen wordt... Er zijn heel veel negatieve gevoelens naar het Westen toe. En daarom heb je bijvoorbeeld nu betogingen gehad toen president Macron Kinshasa bezocht in Congo, waren er betogingen pro-Poetin. Vele probeerde dit af te doen als een gevolg van Russische desinformatie. Mm-hmm. En tot op zekere hoogte is dat ook zo. Rusland heeft heel sterk geïnvesteerd in desinformatie. Maar anderzijds zijn er ook heel sterke pro-Russische gevoelens in vele landen. Er was bijvoorbeeld eerder dit jaar een opinieonderzoek die aantoonde dat Congolezen vooral positieve gevoelens hebben naar Rusland. En je ziet hetzelfde in andere Afrikaanse landen. Ja, de delegatie gaat morgen ook naar Rusland. Hoe moeten we daar naar kijken? Ja, het is al een succes dat ze beide kanten van het conflict kunnen spreken. Ja, het gebeurt niet vaak, hè? Het gebeurt niet vaak. En de vraag is natuurlijk, is dit een succes voor vredesonderhandelingen of toont het aan hoe zowel Rusland als Oekraïne proberen Afrikaanse landen voor zich te winnen in een breder geopolitiek spel. Mm-hmm. Sinds het uitbreken van de oorlog heeft Rusland zijn pogingen geïntensifieerd om die Afrikaanse landen voor zich te winnen. En ook Oekraïne. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken is op bezoek geweest in Afrika, heeft aangekondigd ambassades van Oekraïne te openen om die importen van graan te garanderen enzovoort. Ja. Dus er is een soort geopolitieke strijd voor en rond Afrika. En zullen ze iets bereiken, denkt u? Je kan het langs twee kanten bekijken. Enerzijds willen ze die graanimporten of die meststofimporten of exporten willen ze die garanderen. Dus de vraag is, zullen ze dat kunnen bereiken? Anderzijds zullen ze bereiken dat Rusland en Oekraïne gaan praten. Ja, dat is wel twijfelachtig. Dat zo'n korte missie die op redelijk korte termijn is voorbereid iets zou kunnen bereiken. Daaromtrent. Maar opmerkelijk is ze in elk geval. Dank u wel om daar wat kanttekeningen bij te zetten, professor Titeka. Graag gedaan. En over die oorlog in Oekraïne spreken we heel dikwijls in onze uitzendingen. Afghanistan komt veel minder vaak aan bod tegenwoordig. Maar laat ons dat vandaag nog eens veranderen. Hoe zat het ook weer daar? Wel, deze zomer zal het 2 jaar geleden zijn dat de Taliban er weer aan de macht kwamen. En dat kunnen die zelf misschien reden tot feest vinden. De mensenrechten zijn duidelijk de dupe. Er is extreme armoede in het land, met honger zelfs. Van vrije mening uiten is nog weinig sprake. En Afghaanse vrouwen worden zwaar onderdrukt. De vroegere minister voor Vrouwenzaken, Sima Samar, is weggevlucht voor de Taliban. En ze is momenteel in ons land voor enkele dagen. Afghanistan is the most serious humanitarian crisis. Afghanistan is the only country without constitution. Afghanistan is the only country who put official ban on education for female population. Practically, they want to really erase women from public life. My hope and my aim and my vision is that women's rights should be counted as human rights. Access to education, freedom of speech, freedom of thinking,
freedom of working outside of the house. If you see this, what do you feel? That was in 2001. Same thing. Same issue. Yeah. Now I think the gender apartheid that applied in Afghanistan, that the history have not seen it. It's not a bright future for sure. Because even for the boys who go to school, they become new Taliban because they impose their own curriculum. Yeah. Their own mentality. Some people think if the international community could help more, could do more for the Afghan people, we should recognize Taliban officially. But is it a good idea? Do they deserve to be recognized? Well, then we have to cross all the human rights principles, what we achieved in so many 75 years, fighting for human rights, fighting for equality, fighting, then everything is joked. In Belgium, we have Mothers for Peace. Mm-hmm. We know it's organizing secretively classes for girls. Is there something the international community can do to help? Yeah, of course they can do to help. Although it's not easy, but people inside Afghanistan who still committed to change and continue the work, they should be helped. Apparently, there is less corruption since Taliban took over, and it's more peaceful in Afghanistan. The silence of Afghan is not peace. What is peace? Is the graveyard is more peaceful because nobody protests? So we want a peace in Afghanistan with freedom and rights. What is peace if women are get out of the house and they're beating up on the street? It's an open prison, in the biggest prison in the world. Sima Samar neemt morgen in Ieper deel aan Women at the Peace Table, een internationale vredesconferentie die naar een evenwaardige rol streeft voor vrouwen bij het voorkomen en oplossen van conflicten. Er is een uitspraak in de tuchtzaak rond Gert van den Broek, al 17 jaar lang de bondscoach van de Yellow Tigers, de nationale volleybalvrouwen. Hij heeft 1 jaar effectieve schorsing gekregen voor grensoverschrijdend gedrag. Enkele ex-speelsters beschuldigden de coach 2 jaar geleden. Hij mocht toen aanblijven, maar er werd wel een onderzoek geopend. En het resultaat daarvan is nu dus dat die tuchtraad van de Volleybalbond hem een effectieve schorsing oplegt, die onmiddellijk ingaat en telt voor al zijn functies. Het is een straf waar de advocaten van de speelsters die een klacht indienden wel tevreden stemt. Dat betekent dat de feiten die de dames hebben aangegeven, dat die erkend worden, wat zeer belangrijk is voor hen. Dat er een signaal wordt gegeven aan de sportwereld dat grensoverschrijdend iets anders is dan grensverleggend. En dat je eigenlijk als coach het beste moet halen uit speelsters zonder daarbij denigrerend taalgebruik en andere te gebruiken. Gert van den Broek was er zelf niet bij vandaag op de zitting. Hij zit in Zweden waar de Yellow Tigers een oefenwedstrijd spelen als voorbereiding op het EK in augustus. Of dat EK er een wordt met bondscoach van den Broek is nu twijfelachtig. Hij kan wel nog in beroep gaan en dat beroep zou dan opschortend werken waardoor van den Broek dan wel naar dat EK zou mogen. We gaan in alle rust bekijken. We moeten ook de motivering nalezen. Er is een veel zwaardere straf gevraagd. Een aantal punten hebben we ook ons gelijk gekregen. We zitten bij het probleem natuurlijk dat hij momenteel de coach is. Dat er ook nog toernooi moet gespeeld worden. Dus we gaan alles afwegen wat eigenlijk in het belang is van het volleybal en zeker nu in het belang is van de Yellow Tigers. En die beslissing zullen we vanavond of morgen nemen.
all the time. You think it's not real. Probably will come around the corner and with a smile. And yeah, it's hard to accept. Wervelwind, 12 seconden sneller. Dit is een tijd om in de gaten te houden. Het belangrijkste was om in een goede uitgangspositie voor morgen te zijn. Dus in dat opzicht denk ik dat het gewoon een goede dag was. Oh, wat zie je, is dat snel, dat is prachtig. Oh, wat een snelheid van de Alban. Als we allemaal gezond blijven, dan denk ik wel dat we iets moois kunnen neerzetten. Ik denk dat wij wel een statement hebben gezet op dit toernooi. Dus ik hoop echt van harte dat we dit kunnen verder zetten. En dan misschien iets voor wie nog een originele bestemming zou zoeken voor een tripje deze zomer. Wel, de ruimte wordt een mogelijkheid. Want Virgin Galactic, het ruimtetoerismebedrijf van Richard Branson, lanceert eind deze maand zijn eerste commerciële vlucht naar de ruimte. This summer, the space line for Earth is open. Het is geopend en dit wordt het plan. Je vertrekt van Spaceport America in New Mexico, ligt dat. En dan gaat het ongeveer 80 kilometer de lucht in. Dat wordt een reis van 90 minuten. Grote kans dat je portemonnee nadien gewichtloos is, dat wel. Want een ticket dat kost zomaar eventjes €412.000. Er zijn er al 800 verkocht en niet alleen aan ruimtetoeristen. Nee, deze vlucht zal gecharterd worden door de Italiaanse overheid. Het zijn hun militairen die deze vlucht gaan doen en wetenschappelijke experimenten uitvoeren. Dus het zijn niet alleen rijke ruimtetoeristen die dit soort vluchten doen, maar ook werknemers van bedrijven of wetenschappers. In elk geval, Branson die zal met zijn Virgin Galactic moeten opboksen tegen SpaceX van Elon Musk en Blue Origin van deze Jeff Bezos. Zijn New Shepard-raket heeft al 22 succesvolle vluchten achter de rug. De trip daar die duurt maar 11 minuten, gaat ook niet verder dan de stratosfeer en toch ligt de prijs veel hoger. Een ticket daar kost €824.000. Als je wat langer de ruimte zou in willen, dan kun je best kiezen voor SpaceX. Als je tenminste 50 à 100 miljoen euro te veel hebt. Zoveel betaal je voor een aantal dagen in het ISS, het Internationaal Ruimtestation. Om een reisverzekering zou tussenkomen, ik betwijfel het. Maar ongevaarlijk is zo'n ruimtereis natuurlijk nooit. Ze zijn al meer dan 10 jaar aan het aankondigen dat zij deze vluchten gaan doen. En telkens wordt het uitgesteld en uitgesteld. En ja, ze spelen een beetje hun technische geloofwaardigheid kwijt. Ik zou eigenlijk vooral kijken in de richting van SpaceX. Zij voeren al meerdere vluchten uit, zowel cargo als transport van mensen op en af het Internationaal Ruimtestation. Want zij meer ervaring opbouwen, ook in de veiligheidssystemen, is dat misschien een optie die ik zelf zou hanteren in de toekomst. En dan weer met de voeten op de grond. Want vanaf maandag kan je in de supermarkt watermeloenen kopen die in eigen land gekweekt zijn. Enkele innovatieve tomatentelers zijn aan het experimenteren gegaan. En ze zijn tot een meloen gekomen die kleiner is dan degene die we gewoon zijn. Komt omdat ze niet op de grond groeien, maar hangen in serres. Nu, u weet wat ze zeggen, size doesn't matter, maar de smaak is natuurlijk wel van belang. Onze reporter Stijn Valk is gaan voorproeven. Johan, we zijn hier omsingeld door duizenden watermeloenen. We zijn niet in Spanje, niet in Marokko, maar wel degelijk in Nevelen, toch? Hè?
We zijn degelijk in nevelen. Dit beeld ga je zeker niet in Spanje of Marokko zien, omdat die volvelds geteeld worden. Maar dit is een hoge draadsysteem waar de meloenen omhoog geteeld worden. Eerst dat de watermeloen gezet is, als die een diameter heeft van een paar centimeter, dan wordt daar een waspaald aan bevestigd. En dan weten wij binnen een aantal weken mogen wij deze kleuren van waspalen, dus kunnen wij die allemaal op hetzelfde tijdstip gaan oogsten. Want op zich zie je dat niet. Bij een tomaat zie je dat. Een groene tomaat kan je niet oogsten. Een rode tomaat die gekleurd is, die mag geoogst worden. Gemiddeld vruchtgewicht is 1,5 kilo. Maar er is hier toch eentje dat er wel bovenuit steekt. En dat is hier onze kanjer met de paarse wasknijper. Dus dat is de kampioen van het land. De zwaarste watermeloen van België. Tot nu toe, ja. En hij moet nog groeien en hij mag er dus nog altijd niet afvallen. Hè? Hopelijk blijft hij hangen. Ja. Ja, die gaat niet naar de winkel, denk ik. Deze gaat jammer genoeg niet naar de winkel. Die heeft... is door te barsten is die onverkoopbaar geworden. Ja. Had die aan de plant gebleven, was die vandaag geoogst en lag die maandag in de winkel. Maar dit is eentje dat wij gaan weggooien. Jammer genoeg. We zijn op zoek naar de reden waarom de ene meloen naar beneden valt en de andere niet, die zelfs zwaarder zijn dan deze vruchten. Maar voorlopig zijn we het antwoord nog schuldig. Het is nog experimenteren, hè, voor jullie? Het is zeker nog experimenteren. Het is totaal nieuw. Wij zijn al 42 jaar tomatenteler. Dus het is het eerste jaar dat er in onze tomatenserre een andere teelt staat. Ja. De installatie waarmee tomaten mee, de technische uitrusting, is identiek dezelfde. De manier van water geven, de klimaatsturing. Een meloen heeft ook graag 27 graden, net als de tomaat. Op dat vlak is dat niet zoveel verschil. Met een nuttige tip kunnen wij fris en fruitig het weekend in. Zo, bedankt voor het kijken. Maandag is later opnieuw. Hopelijk u ook weer. Tot ziens.